Oh, weer een nieuw deel van FIFA. Dit keer thuis tegen FC Twente. Dit al bijna aan het eind van het seizoen. In mei. Leuk spelletje. Er staat vandaag een eredivisiewedstrijd op het programma. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen ADO Den Haag en FC Twente. Het regent. In het spel en we kunnen rustig gaan zitten voor anderhalf uur voetbal. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat. Ja, en nu? Doelpoging. Hij laat zich echt niet passeren. Van Haren. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de benen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Van Haren. Ja, en nu? Dit was spannend. Dat scheelde niet veel, zeg. Dat was die bijna. De vlag gaat omhoog buiten spel. Worden wij weer niet vrolijk van? Ja, en nu? Loeihard, een gevaarlijke situatie. Bal gestopt, maar komt terug. Dat ziet er goed uit. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Ze mogen een hoekschop nemen. Martin! Ja! Ja. Prima kopbal daar. Ja hoor, de keeper was kansloos. Goed gekopt hier even. Je kunt duidelijk zien dat dit elftal traint op spelhervat. Wat een combinatiespel. In het overzicht ziet u de baan als schoot. Daar komt de voorzet. De bal komt goed voor, maar wordt onderschept. Finn Bogason. Mokhtar. De scheidsrechter heeft het gezien. Wat doet hij? Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Overtreding gezien door de scheidsrechter. De voorzet belandt niet bij een medespeler. Bal kwijt dus. Speelt de bal weer terug. Met die tackle herovert hij de bal. Er was geen tegenstander te bekennen, maar toch loopt hij de bal over de zijlijn.
Gutierrez. En die bal gaat achter, het is een hoekschop. En deze corner draait het niet uit. Slim onderschept door de achterhoede, die passeert niet zomaar. Dit moet hem zijn. Oh, er is gefloten voor buitenspel. Ik twijfel of dat de juiste beslissing is. Van Haren. Martin, daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Ja, en nu? Probeert het. De keeper voorkomt de tweede goal van deze ploeg. Mooie volley hoor. Hij probeert het. Over de achterlijn, dat komt er nog niet in. Nog eens dat doelpunt bekijken, Jury. Dat deed hij echt heel goed. Wat een doelpunt. Dit willen we zien. Nee, die goal is niet goed. De hoekschop draait nog niets uit. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Het slechte weer drukt vandaag wel een stempel op deze wedstrijd. Denk alleen maar aan die blessure die we in de eerste helft gezien hebben. Ja, zou dat een gevolg zijn? Twee nieuwe krachten voor dit team. De scheidsrechter is er klaar voor. We trappen af voor de tweede helft. Ja, dat is hem. Treffend doel. Wat een schitterend schot van grote afstand. Wat een schitterend schot van afstand. En ramt de bal het doel in. Jansen. Verspreiden om de bal. Goede loopactie van die speler. De voorzet in de 16. Martin. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Jansen. Roberto Rosales. Slechte paas, die gaat over de zijlijn. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Vers bloed voor de beide ploegen. Nou, hij valt eruit. Buitenspel volgens de scheidsrechters, anders had hij gezeten.
De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hier heb je hem weer. Mokhtar. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En er moest dus iets gebeuren. Mokhtar. Hij doet het. De doelman werpt zich in de baan van die pegel. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. De bal rolt hoog in de doel. Martin. Goeie paas. Knap ontweken hoor, die sliding. En is buiten bereik. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen? Daar is hij weer als een blok beton hoor. Heel hard geschoten, maar de keeper heeft hem. En die is uit. Hoekschop. Het seizoen zit erop, Joeri. Eindelijk over. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 2-0. Thank you.
Ja, dat is de volgende wedstrijd, de bekerfinale. En die gaan we de volgende keer doen. Dank u voor het kijken. Dit was het eerste seizoen in mijn profcarrière. Ik sta nu gemiddeld 82. Dus waarschijnlijk ook nog grotere clubs komen om weg te kopen. En anders blijven we gewoon lekker bij ADO.